Het heeft weer gesneeuwd, dus het is een mooie tijd voor een sneeuwpoppencontest. Ik heb hier twee enthousiaste teams bij me staan. En die gaan prachtige sneeuwballen maken, sneeuwpoppen maken in 10 minuten. Hebben jullie zin in, jongens? Oké. De tijd gaat nu in! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Wat is het geheim van een goede sneeuwpop? Heel veel hondenpoep. Heel veel hondenpoep? Ja. Lukt dat een beetje? Ja, kijk maar. En wat zeggen ze ook weer altijd? Don't eat the yellow snow. But as long as you love me so, let it snow and snow. Sneeuwpop van het andere team begint al een beetje vorm te krijgen, maar het is niet echt de vorm van een normale sneeuwpop. Jongens. Gaan jullie het zo ook op die bol van hem zetten, of niet? Ik weet niet wat hij aan het doen is eigenlijk. Volgens mij is hij het spoorbijster. Die jongen is altijd zwaar obsessief als het om sneeuwballen gaat. Of sneeuwpoppen gaat. Dit is... Ik vind het eigenlijk beter zielig om naar te kijken. Maar het blijft superleuk. Maar dit is onze trots. Maar wat is het geheim van een goede sneeuwpop? Een goede fundering. Een goede fundering. Maar is die grote bol van hem geen goede fundering? Ik denk dat dat zeker de beste is, maar hij moet hem eerst nog hier zien te krijgen. Nou, ik zou zeggen, ga hem helpen. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying. Oké, de 10 minuten zijn klaar. De sneeuwpoppen zijn een soort van af. En ik heb hier Elsemiek. Elsemiek is ons jurylid en die gaat de sneeuwpoppen nu beoordelen. Dus ik geef de microfoon aan Elsemiek. Heel erg bedankt, Mark. Ik loop gelijk even naar team 1. Team 1, loop maar even mee. Oké, wat we hier zien is een redelijk mooie sneeuwpop. We hebben haar, groene kleur... Armen zie ik. Ik zie een neus. Ik zie twee ogen. Ik zie een mond. Voeten zelfs ook. Ik zou zeggen dat deze sneeuwpop compleet is. Alleen één vraag, team 1. Wat is dit? Dat is van zijn stoel. Stoel. Oké. Nou ja, ik ben redelijk tevreden over dit team. Team 2. We doen niet meer aan aanpassingen, Thomas. Handen van de sneeuwpop. Oké, we zien hier een variant op sneeuwpop 1. Sjaal, muts, aanwezig, ja, ogen, neus, inclusief bladeren, altijd goed. Dat weet je niet. Ja, ik denk dat je bij de... Wat zit daar? Wat is dit? De vraag aan team 2. Team 2. Kleine vraag. Ik zie hier dit. Wat is dat? Dat is gewoon... Ja, het is kunst. Dus op zich... Hè, als wij hier gaan staan en zeggen wat het is... Dan laten we niks aan de fantasie van de kijker op. Ik ga even in beraad met mijn collega Mark. Ik wil graag de teams even naast elkaar op een rijtje. En er is natuurlijk ook sprake van respect voor elkaar. We gaan niet lachen, we gaan niet huilen. De winnaar is geworden. Bam, de bam, de bam, de bam, de bam, de bam, de bam. Team 1! Applaus voor team 1! En ja. Ja, echt mijn diepe. Als prijs mag team 1 sneeuwpop 2 kapot maken. Dat zou je leren, team 1. Oké, dit was de beste sneeuwpopwedstrijd ooit gehouden in Overvecht. Elsemiek, jij vindt ook geslaagd, denk ik. Ik ben het helemaal met je eens, Mark. Oké, nou, dat was hem. Doei! Let it snow,
Let it snow, let it snow.